Welkom bij weer een nieuwe vlog. Je gelooft of niet, maar Sjoerd heeft het echt zelf gemaakt. Ik vind hem echt waanzinnig. Yay, die maken, die maken. Livia's. Welkom to Livia's Magical Party. Kijk dan, hoe enig. Goed zo. Zo, wij zijn begonnen. De sample sale gekte. Rocket, ben je gezellig aan het helpen met de sample sale? Chaos, drukte, wauw. We hadden dit nooit verwacht. We zijn nu gezellig bij Friends of the Brains. Met Marietje, Shanna en Jotti. Wij dragen de Niels en Rijns collectie. En de sales begonnen, jongens. En de sales begonnen zo. Shop to drop. Shop to drop. Welkom bij weer een nieuwe vlog. In deze vlog ga je zien naar Livia verjaardag. Livia is going to be big two. We hebben de sample sale in deze vlog. En we gaan een leuke lampionnetje maken voor hun allereerste Sint Maarten van Bill, Rock en Livia. En we gaan opnieuw weer naar een event van Friends of the Brands. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf dan kijken. En subscribe en duimpje omhoog. Hallo, hallo. Wij zijn inmiddels lampionnen maken. Nou, je gelooft het of niet, maar Sjoerd heeft het echt zelf gemaakt. It's a rocket! Nou, voor Livia een raket. Niet omdat ik niet creatief ben, maar zeg maar dat ik het afmaken. Nee, maar je hebt nog een jas, hè? Nee, ik heb een jas. En ik ga, ja, het hoeft niet eens te gokken. Man, sta ik om te gokken. Te raden, bedoel ik. Van de Minions! Want Livia houdt niet van meisjesdingen. En wie heeft verzonnen? De mama gaat een mini maken voor Bel. Want Romee is ziek, dus mama is die voor Bel maken. Oké, okay, Marie, laat jouw creatie eens zien. Hoe enig. Dit is van de Minions. Het is de schurk. Het monster. Sorry, het monster. Want kleine Livia is ook een klein monstertje. Als monstertje. Hoe enig is die? Ik vind hem dus echt geweldig geworden. En mama is nog bezig met de Minion. Kan je maar niet stoppen, mam? Hij moet nog armen en benen. Is hij klaar? Nee, joh. Ja, joh. Show me your design. Nou, ik vind het echt enig. Ik vind hem echt waanzinnig. Hij is mooier dan de voorbeeld. Hij is zo schattig. En naar mij draait hij ook nog een beetje gegeven. Nou, ben je voor Sint Maarten? Mij moet er nog een rocket op schijnen. Maar waar ben je twee van die dingen? Geen drie? Op internet had twee. Allemaal klopt. Twee. Nee, dat is de achterkant die je niet ziet. Hij mama moet maakt een minion. Chill, hij moet staan. We zijn ons aan het klaarmaken, want we gaan Sint Maarten vieren. Sint Maarten van je vader is een dikzak en je moeder is een dunnetje. Die Sint Maarten gaan wij wel. Geef hem maar een pepermuntje. Wel nodig aan die kakkerol. Een klein zakje hebben de kinderen. Klein ja. Zakje. Een grote snoepzak. Drie huizen. Abi mee, Rock. Let's go. Livia, je bent ik ga daar nog even door. Die is voor Bel. Ik ben lampion, maar niet. Als Bel geen mix mee heeft. Kom. Neem maar mee. Neem maar mee. Oh, oké. Voor Bel. Je neemt je zak al mee. Ja. Oh, Rocket, wat mooi! Kijk, Livia, die is voor jou. Die is voor jou. De monstertje is voor jou. Die is wel zwaar. Ja, ze neemt ook een kopfles. Nee, ik moet papa vasthouden voor je. Rocket, Lilo, moet even wachten op Bel. Ga naast staan. Goed zo. Wow. Zal ik je spierten? Yeah. Mooie Rocket. Wil je die ook vasthouden even? Zo, Minion. Die? Ja, ook mooi. Hey. Zo! Wauw! Mooi, hè? Belly! Belly! Belly. Hallo, Belly! Hallo! Oh, Rock, omhoog! Omhoog! Goed zo! Yay! Yeah. Kom, we gaan naar Greet! Kom! Sint Maarten! Sint Maarten! Sint Maarten! Sint Maarten! Sint Maarten! Sint Maarten! Cool you hebben! Goed zo! Zo, Heb je die van Rock gepakt? Heb je die van Rock? Geef maar naar Rock. Ga maar geven, snoepjes. Dankjewel. Lekker Rock. Oh, nee, want ik meteen die snoepjes eten. Kan nog meer snoepjes halen, Rock? Goed zo, vriend. Kijk eens wat een volle bak met snoepjes. Oh, open? Ja, open.
We hebben ook met de kids lampionnetjes gemaakt, Livia. Ja, het was een monster. Ja, ik ging stuk, want we gingen het doen met mama, Marie en ik. Want Romee die kon ziek. Niet, die was ziek. Dus mama die viel in om Romee een lampion te maken. Oh. Maar die zou sowieso meegaan. En ze dachten allemaal, ik maak nooit het af. Mijn hele leven ben ik hier met een tekening. Die denk ik, oh, verder. Ik ben gewoon heel... Nou, ik heb gewoon te veel geen geduld. Geen geduld. Dus ze dachten allemaal van, nou, jullie, die lampion wordt echt... Terrible. Terrible. Nou, maar nee. Het is waanzinnig. Ik heb hem nog steeds bewaard. Ik had dus het idee om een rocket te maken. Een rocket, raket, hè. 1-1-2. Dat is leuk. En dat is heel goed uitgepakt. Ja, normaal, hun doen echt alles in stappen. En ik dacht, nou, ik begin nog gewoon. Ik was het aan het vreppen en dingen. Nou, hij is heel leuk geworden. Ja, hij is enig. Hij was echt enig. En Rocket vond het dus ook geweldig als ik maakte. Ja. En voor Livia hadden we een klein monstertje gemaakt. Van de Minions. Because she is a little monstertje. Ze is wel een lief meisje hoor, maar ze is een little monstertje soms. En mama wist het allemaal niet, dus die ging ook maar een minion maken voor Belle. Ja. Maar ze vonden met z'n drieën in eerste Sint Maarten. Ze dachten eerst van, moeten wij een deur aanbellen, wat is dit? Nou, Livia had bij de tweede deur al door dat ze snoep kreeg. Die had nou, helemaal die ging opeens heel snel zingen en heel snel langs alle deuren. Rocket had dat nog niet echt door. Nee, maar ze is natuurlijk iets ouder. Ja. Dus ik denk dat volgend jaar, als we z'n drieën dus precies weten wat ze moeten doen. Ja, dat is wel echt leuk. Het was echt heel gezellig. Maar het is dus iets in deze regio. Het bestaat dus niet in Zuid-Holland. Nee, dat wisten wij dus ook want niet. Want Mike kende het niet. Die zegt, wat ga je doen? Want die had een etentje gepland staan met zijn vader en zijn vrienden. En toen zei ik, maar het is toch Sint Maarten? Hij zegt, wat is Sint Maarten? Ja, dus dat was echt een eye-opener. Dat ik dacht, hoe kan je dat niet hebben gevierd? Ja, we vieren het altijd. Maar dat is dus iets van hier. Ja. Dus het was superleuk. Dat was echt heel erg leuk. Ja, dus volgend jaar gaat hij zeker mee. Want hij vond het ook, hij wist niet wat het was. Dus ik dacht, joh, hij was, Rocket merkte er toch niks van. Maar Rocket vond het eigenlijk wel heel leuk. Ja, nou volgend jaar toch. Ja. Oké, good morning. It's been a while. Het is vandaag 13 november. Ons lieve schatje, Liviaatje, is morgen 2 jaar alweer. Het gaat echt bizar snel. Ik vind het echt helemaal emo van. Maar vandaag gaan we gezellig haar verjaardag vieren bij Sanblas. Het thema is fairy tale. Ik heb echt bloesembomen met z'n tal geregeld. Met ook een partij die ik later ook natuurlijk in het zonnetje ga zetten. Want die neemt ook paardjes mee voor Livia. Wat echt, dat is echt haar lievelingsdier. Tot nu toe momenteel. Dus daar kun je gezellig op rijden. Nou, het wordt echt één gekke huis. Komt ook omdat we door corona haar eerste verjaardag helemaal niet hebben kunnen vieren. Waren we echt met z'n viertjes na in het gezin. Dus dat was echt niet leuk. Dus we dachten, nou nu gaan we een keer Liviaatje in het zonnetje zetten. Ook omdat we natuurlijk net grote zus is geworden. We willen echt de aandacht even op haar. Ik ben nu Limaatje naar mijn schoonmam. Dat is echt super, super, super fijn. En dan ga ik helpen opbouwen. Neem ik jullie mee vandaag met de preps voor Livia Big Second Birthday Party. En zo doe je dat. Lipstoeltje in de wagen richting oma. The before. Jullie boksen hier. Mama helpt mij mee. Deco. It's amazing. Het begint er ergens op te lijken. Nou, dat is toch goed joh. Kijk nou hoe beeldig. Mama San Bohemian en Brokante heb ik de paardjes. En dus de bloesembomen. Oh, wat een plaatje hè. Nou, we zijn druk bezig met de voorbereidingen. Deze bloesembomen had ik ook voor Livia de baby shower. Dus, ik word helemaal emo. Hoe enig, we zijn nog niet klaar. Al die mooie bloesembomen. En hoe cute, zoek je snoepjes in. Enig, komt daar nog taart. En hier komen de paardjes. We gaan parcours nog opzetten, dus het wordt echt enig. Hoe mooi is deze taart? Ik wil nog zeggen, het staat fout, er moet Lima staan, maar het is natuurlijk Livia de verjaardag. Hoe mooi met al die bloemetjes en vlindertjes. Oké, inmiddels thuis, we gaan ons het opzetten. Hoe mooi is Lima? Kijk nou! Want Tutu de Monde heb ik van Bambini Fashion. Oh, om op te eten. Wow, wat is dit voor moois? Wow! Livia, is dat helemaal voor jou? Livia, kijk, dat is een mooie. Hoe leuk is dit geworden? Hip Hip Hooray heeft alles gedaan. Natuurlijk, Chantal is echt best of the best. En we hebben deze enige paardjes. Taartjes van Maria Sweet Cakery. Kijk nou, leuk. Even een mondje. Wow, Livia, kijk maar. Livia. De spanning moet er veel. Livia, kijk dan. Hier, Livia. Wow. Zal ik hem weer opzetten? Wow. Wow, mooie prinses. Wat ben je mooi. Livia, kijk eens naar mama. Met hier op je hand. Een mooie unicorn. Mooi. Wauwie. Wow.
Welcome to Livia's Magical Party. Kijk dan, hoe enig. Dit is trouwens door Mike getekend op de computer. Hoe lief. En dan kom je hier binnen in een oase van een sprookjesbos. Hoe leuk. En Robert zit al gewoon aan tafel netjes. Hé, Rok? Lilo, wat ben je goed aan het borstelen? Rok, ga je ook borstelen? Ja. Ga maar borstelen bij Lilo. Ga maar. Goed zo. Wat schattig, die kleine borsteltjes. Goed zo. Oh, goed zo, Livia. Ja. Ben je al stiekem een hapje van de taart aan het nemen? Lekker, Livia. Nog eentje. Het is dat jij de jarige Job bent. Dat jij dat mag doen, hè? Livia. Wil je die? Oh, Livia. Bel heeft het even gevonden. Zitten jullie gezellig naast elkaar? Hè? Dat staartje. Livia de verjaardag. Livia die is 14 november. Twee jaar geworden. We hebben 13 november gevierd bij Samblas. En Chantal heeft weer echt amazing job. Chantal is van Hip Hip Hooray. Die verzorgt eigenlijk al onze feesten, partijen. Ja. Huwelijken in de toekomst. Huwelijken. Nee, ja, modeshows, verjaardagen, alles wat gewoon feestgerelateerd is of iets met opmaaksmuk, modefabriek bijvoorbeeld. Alles doet Hip Hop Hooray bij ons. Ja. En die is echt, ja, ze is het allerbeste eigenlijk. Ja, ze is de beste. Ik wil een soort sprookjesachtig sfeertje hebben. Dus het is helemaal gelukt, de fairy tale. En Livia is dol op paardjes, dus die we ook kunnen regelen. En er waren een beetje gemengde gevoelens over met sommigen. Maar, ja, maar die paardjes doen niet anders. En het was ook maar een verjaardag van 2 uur lang. En ze zijn een uurtje binnen geweest. En ja, ik wil ook zeggen, alle kindjes gingen ook buiten op het strand met die paardjes. Ze zijn heerlijk buiten op het strand ook geweest met wandelen. Dus die paardjes vonden het helemaal niet erg. Nee, het zijn ook de eigenaressen, het zijn ook hun eigen paarden. Dus ze hebben zoveel liefde voor die beestjes. Ze zien er verzorgd uit. Het is prachtig. Ze zijn helemaal gevlochten. Ze hebben de juiste dingetjes. En dus kan ze kammen, die paardjes. Het zijn juist geen uitbuiten. Zo bedoel ik. Het was juist, die paardjes vonden het juist hartstikke leuk. En als het te druk was, gaan ze ook gewoon weg. Maar dit was gewoon een hele rustige verjaardag. Want er waren niet heel veel kindjes natuurlijk. Nee. En heel veel kindjes gingen ook gewoon buiten op het strand met het paardjes lopen. Dus ja, die hebben de tijd van hun leven gehad aan de zee. Dus was echt... Wie was je jarig, Livia? Wie is jij jarig? Ja. Livia is een beetje ziekjes vandaag, dus vandaag... Die ging even mee naar kantoor. Dat ze mee is. En Mike had de 51 gemaakt, dus ook heel schattig. Ja, Livia als elfje. Livia als een klein elfje. Ons elfje. Nee, ze vond het hartstikke leuk. We dachten misschien vindt het nog even spannend, maar Livia had er tijd van haar leven. Ja. Had al die tafel, die snoepjes en koekjes en lekker eten. En jullie een paardjes. Met zijn outfitjes aan natuurlijk. Ja, van Bambini Vestje, van Tutu de Monde. Tutu de Monde. Dus Tutu de Monde. Schat, een kleine lima. Ja, en die paarden en al die bloesembomen dus van de partij, maar die zal ik hieronder eventjes voor jullie taggen. Maar die bloesemboom had ik ook dus op mijn baby shower van Livia. Olly, ja, Olly is vrij vandaag. Ik wil die Olly zien. Ja. Ben ik al bezig met Rocket's verjaardag plannen? Die is 4 februari jarig. Almost. Ik word dus een beetje gek van mezelf. Ik ben nog steeds niet uit over het thema. Maar nu had ik bedacht... Want Rocket vindt verschillende dingen leuk. Ja, Rocket is nu heel gek op auto's, op aapjes en op dino's. Maar ik vond het leuk om to the moon en dan 2 als... 2 te schrijven in het Engels. En dan met allemaal planeten. Maar goed, daar vindt Rocket natuurlijk helemaal niks aan. Dus het zijn wel ballen, want hij is ook gek op ballen. Ja, maar nu heb ik dus het idee om misschien een dino team party te doen. En dan gaan ze wat Flintstones gaan. Dus hij is een kleine bam-bam. Dat is wel leuk. Dus nu heb ik er meer gevoel bij. Dus nu denk ik, oké, zullen we... ook van die grote eieren kan je inverstoppen of zo. Nou, ik weet niet. Ik dacht, dat vind ik wel helemaal leuk. Dan ga ik verkleed als Wilma. Het zijn wel als die bam-bam met dat meisje met dat ding in de knot. Ja, zijn zo'n terrortje. Met zo'n hamertje. Ja. Dus dat vond ik ook wel nog een leuk idee. Ja, ik vind het heel leuk. En ik denk dat de vlieg... dan kan ik overal van die botten neerleggen. En de locatie Samblas is ook echt perfect. Aan het strand, voor ons is het lekker dichtbij. Ze zijn heel gemakkelijk met het eten voor die kindjes. Ze nemen eigenlijk alles uit handen, echt voor feesten en partijen. Ze hebben hele grote ruimtes, ook voor bedrijfsfeestjes. Ze doen eigenlijk hartstikke veel. Ja, ook heerlijk, alles kan je daar doen. Ja, het is echt wel een heerlijke locatie. Dus dat is echt een topcombi, dus we willen eigenlijk nooit meer ergens anders. En je hebt de troep thuis niet, dus je gaat gewoon weg in een schoon huis. Dat je denkt, ah! Ja, dat is wel chill. Nee, dus ik ben wel druk bezig, maar pas sinds gisteren dacht ik misschien met Mike, oh, misschien leuk en dan doe ik misschien allemaal botjes aan of zo. Dan wil ik wel kijken voor de outfit. Nee, dus dat is ook alweer bijna 2. Vreselijk. Ja. Ik vind het vreselijk. Jij vindt het heerlijk dat ze ouder worden en ik vind het vreselijk. Ik ben heel blij dat ze ouder worden hoor, daar niet van. Nee, je vindt gewoon de tijd snel gaan. Maar ik vind het zo snel gaan. Ik hel echt om alles. I know. Dus sommige mensen vinden het ook niet gezond dat hij nog steeds bij ons in bed ligt. Maar goed, ik geniet er nog lekker van. Ja, want hij gaat echt niet zijn hele leven bij mijn papa en mama in bed liggen. Dus, en als hij het wel doet, vind ik het alleen maar gezond. Zo, wij zijn begonnen met de
de sample gifter. Het is nu nog helemaal leeg. We zijn al druk bezig met de eerste dozen. We gaan het allemaal vullen met leuke collectie. Dit zijn onder andere al de sample pallets, maar we hebben er nog 6. Met allemaal unieke items. Love it. Dol op ons team, die ons altijd goed helpt. Lima is echt de allerliefste baby. Ik zat de hele dag hier. Het is nu bijna 3 uur. Nog 2 uurtjes om dit allemaal nog in orde te maken. Mike is ook aan het meehelpen. En Rocky loopt hier ook. Rocket, kus mijn mama. Kus mijn mama. Ook een hele harde werker. Hé Rocket, gaat alles goed? Gaat alles goed? Klein. Wij zijn druk bezig met de sample-sale. En we zijn nu alle samplesdozen aan het uitpakken. Het zijn dus samples wat nooit in productie is geweest. Maar ja, Marie heeft het dus meteen weer eruit gehaald van haar lief. Ja, kijk nou. Zo'n klein haarbandje. Maar de rest laten we liggen. We hebben 1 dingetje eruit gehaald en de rest nemen we niet mee. We willen gewoon een doos aan doen met het hele team. Het staat nu helemaal leeg. En Limaatje staat zo naast mij hier. Hoe schattig. Hi Lima. Hallo Marietje. Rocket, ben je gezellig aan het helpen met de sample-sale? Hé? Hij is aan het stickeren. We zijn al een heel eind. Maar we moeten nog best veel. En we hebben nog 3 uurtjes te gaan. Of 2 uurtjes, sorry. Maar goed, dat is wel allemaal al gedaan. Dus woehoe. Even naar mama. Dankjewel. Ja. Rocket is lekker aan het opruimen. En Mike heeft een hele pallet weggewerkt. Woehoe. Hij is lekker aan het opruimen. Goed zo, Rocket. Goed bezig. En Marie is aan het lopen met Lima. Olijn weet het even niet meer. Okay, we zijn morgen nog met 20 man sterk. Om alles nog af te maken. Maar we're getting there, we're getting there. It's a lot. En kijk, ons interieur gaan we nu ook uitstallen. Wij verkopen de stoeltjes. Woep woep. En wij verkopen eventueel de bank. Oké, okay. Rock, je hebt heel goed meegeholpen vandaag, schatje. Ik ben echt onwijs moe, zoals je ziet. Het is nu 5:30 en wij hebben dit allemaal met het hele team gedaan. We zijn nog even bezig, maar we gaan nu even rustig naar huis, even wat eten en dan klaarmaken voor morgen van 9 tot 9. Hoe leuk allemaal. Rock, ben je mooi? Ben je mooi? Dit pakje hebben wij dus ook bij de sample sale en dit vind ik dus ook enig voor jongetjes. Ook alleen het broekje, als jullie dit topje te veel vinden daarbij. Wat hebben jullie mooie outfits? Oh ja. Waar is Rocket? Rocket! Kiekeboe! Kiekeboe! En je ziet ook in deze vlog de sample sale. Chaos, drukte, wauw. We hadden dit nooit verwacht. Nee, Marie en ik dachten, oké, de sample sale was verplaatst wegens omstandigheden. Ja, dus we hebben het voor onze allereerste keer echt alleen met reinigingskleding gedaan. In plaats van gecombineerd. Het kon dus niet meer in de vakantieweek. Dus het was en geen vakantie. Het was Black Friday en het WK. WK, dus wij dachten, nou. Dus wij dachten echt, nou, wij doen al deze moeite. Nou, met ons hele team heeft eigenlijk veel meer voorbereid dan wij. We doen al deze moeite en dan komt er niemand. Dan is het echt zo. Maar je bent er altijd bang voor. En de eerste dag. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Het was zo leuk. Het was echt leuk. Ik kreeg helemaal adrenalineshock van. Vond zo leuk naar COVID. Maar we hadden ook natuurlijk donuts geregeld voor de mensen. En we hadden heel veel leuke stoelen. Beer, we hadden wel echt ook leuke items. Wat je denkt. Ja, en we hadden echt heel veel samples. Heel veel samples waar heel veel mensen echt leuk op hebben gereageerd. En natuurlijk ook gewoon de voorraad. Maar nee, dat doen we zeker nog een keer. We krijgen heel de vraag wanneer de volgende is. Meestal is dat altijd in maart, april, hè? Mei vakantie meestal. Oh ja. Maar goed, superleuk. Meer samples zijn dan echt stock sale. Ja. Het meeste dachten wij naar die samples. Maar dat is juist het leukste, omdat het nooit in de winkel is geweest. En er zijn ook maar 1 stukjes van. Dus ja. Dat is echt enig. Dus het was echt superleuk. Ja, onze familie ging weer helpen. Ons team was er weer elke dag tot avond. Dus het was echt heel gezellig. Het had wel veel voorbereiding en veel... Heel moe van als ik dat denk. Nee, veel voorbereiding en gedoe voor het team. Maar uiteindelijk is het toch wel heerlijk als die dagen dan ook zo leuk zijn. En de mensen ook allemaal weer leuk om te zien en te ontmoeten. Dat mis je toch nu wel na COVID. Dat je niet meer dat soort momenten hebt gehad. Dus de sample sale was hartstikke leuk. Ja, heel leuk. We zijn ons nu heel druk aan het voorbereiden op de nieuwe collectie. Nieuwe zomer. Nieuwe zomer. We gaan op de modefabriek weer staan. We hebben een hele leuke collectie, dus we zijn nu al een beetje aan het posten. We hebben al heel veel leuke reacties gekregen. Ja, misschien wat in de volgende vlog aan jullie. Het is al een sneak peek achter ons. Ja. Die was een beetje ziek. We hebben al 2 weken. Eerst begon het met Jijn voor koude griep. Toen ging het naar Lima. Toen ging het naar mij, Livia. En dan krijg je dit. Maar ja.
Dat is ook real life, hè? Het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Nope. Nee, dus wij zijn heel druk bezig met de nieuwste collectie. Dus volgend jaar winter zijn we aan het ontwikkelen. Wordt heel leuk. We hebben echt heel veel leuke nieuwe dingen. We hebben ook heel veel feedback van jullie ontvangen over accessoires, tassen. Dat gaan we allemaal doen. Sieraden. Het zit allemaal weer in. Eat your heart out. Allemaal weer terug in de collectie. Dus dat vinden we ook leuk. En de aankomende collectie is nog zonder accessoires. Maar dat gaan we zo snel mogelijk hebben. Ja, maar voor je het weet is het juli. En dan heb je gewoon, dan kun je helemaal in Reinders. Enig jassen hebben, weer tassen, sieraden. Ja, het is echt. Mutsen, jassen inderdaad ook. Mutsen, ja. We hebben echt naar jullie geluisterd. Wordt echt amazing. Maar eerst hebben we de zomer. En de crochet hebben we ook weer teruggebracht. Dat is ook echt heel leuk. Dat is zo mooi. Dat hebben we niet gepost. Nee. Dat gaan we pas later posten. Maar dat is ook echt super leuk. Ja, het wordt echt een mooie collectie. Oké, wij hebben vandaag een evenement van Friends of the Brand. Ik ben nog niet echt heel lekker, want ik had de kaars op mijn hoofd laten vallen. Dus ik heb een beetje een lichte hersenschudding. Maar goed, allemaal goed. En ik ga nu eerst naar de kapper, om mezelf even wat mooier te maken. Ik probeer jullie meer mee te nemen in het dagelijkse leven van mij en Marie. Natuurlijk is dat dit niet dan een heel goed voorbeeld, want we hebben niet elke dag een evenement. Maar we hebben wel vaak dit soort dingen waar we dan heen gaan. Ook om onszelf weer wat meer exposure te geven. En dan indirect natuurlijk voor het merk Reinders. Oké, het is 8:00 's ochtends, maar het is nog heel donker buiten. Dus ik denk dat ik jullie straks even meeneem in mijn verhaal. Wij dragen de nieuwste Reinders collectie. Kijk haar, de stunning body hebben. Nou, we zijn nu gezellig bij Friends of the Brand. Met Marietje, Shanna en Jattie. En het is dus een heel conceptje waar je overheen moet, maar want dit is zo oud. Hi. Is er ook niet. Ja, we gaan even een beginnen. Nutty Bullet zijn ook op het event. Hoe leuk, al die kleurtjes. Ik zelf wist dat dus niet eens, dat ze zoveel mooie kleuren hadden. Oké, okay, Marie. Leuk. Hoe ga je dat versieren? Spikkels sowieso. Marshmallowjes. Spekje is dat. Oh, wat enig. Helemaal lekker winter. Zit met de hoofd en niet op. Ik sta op je bek. Met een movie gepakt. Ik maak je aan, kijk maar aan. Ik voel mijn hart in mijn bek. Ben met je en nog het vandaag op. Is een nummer is de bek. Leuk, daar? Jullie zijn van Nederland service. Ja, we zijn van Nederland service. Hier heen ik ook, kijk. Da-da-da, tata. Daar vinden. Oh, Rocket hangt daar boven. Oké, okay, hier een cocktail laat ik maken. Deze. Mijn addiction zijn deze kerstjes. I can't. We zijn net bij Klik geweest. Daar heb je allemaal merken staan. En we zijn met Loutje, Shanna, Marie en nog zoveel meer. Shake, shake, shake. Thank you. Shanna is helemaal goed bezig met de content. Ja, ik ben er echt goed in. Ze is echt lekker bezig. Zijn jullie met Queen Tars? Dank u, dank u. Dat drankje merk je wel echt bij je jurk. En we gaan straks weer verder. Marie krijgt nu een lash. Oké, ik heb hele mooie lashes laten plakken. Ik heb een Reinders outfit aan, girls. Top. Komt nog binnen. We zijn hier echt als een van de laatste nog overgebleven. Shanna heeft heel mooi onze Kylie dress aan. En Marie onze kleurjurk. En we gaan nu weer lekker naar huis. Met een tas vol goodies. Wij zijn klaar! Wij zijn klaar! Hoe leuk! New collection! En Shanna heeft ook weer beelden. Ja, die is verpakt, dus Shanna. Shanna is een beetje druk. Die is de hele dag maar aan het... Ik heb heel druk. Nu verkoop je hier. Is het ook helemaal uitverkocht? Ik wil die taille hebben. Maar weet je wat wel echt heel erg leuk is, vind ik zo? Kijk, nu is het wat kouder, kan je hem in de winter dragen. Maar dit kan je uitdoen. Dan heb je een hele leuke summer dress. Yes. Dus je kan hem het hele jaar En je kan hem maken. Ook nog eens korter maken. Ja. Wist je dat? Oké, girls. Wij waren net bij het event, Friends of the Brand. En wij zitten nu weer in de auto, terug naar Marierhuis. Met een volle goodie bag. Met een volle goodie bag. Ik wilde vanochtend nog even filmen wat we allemaal gingen doen, maar dat doen we gewoon gezellig nu. Vergeten wij altijd. Ja, dat vergeten wij. Dus we moeten er weer een beetje in komen. Maar zoals beloofd, wel weer een nieuwe vlog, hè? Hadden jullie niet gedacht? Hadden jullie niet gedacht van ons? Wat we aan hebben, ik denk dat we daar veel vragen over krijgen. Ik heb een truitje aan van Reinders, maar die komt nog in de collectie. En Marie heeft de nieuwste Reinders jurk aan die in januari in onze collectie komt. Ja. En we hebben een superleuk event gehad samen met Shanna en Laura gaan we hier meestal heen. Dat zijn vriendinnetjes voor ons. En het is dan leuk dat zo'n event wordt alleen influencers uitgenodigd. Of mensen die gewoon te maken hebben in de business qua leuke content, content, media, noem alles maar op. Dus kunnen we toch als vriendinnetjes erheen. En we hebben onze make-upjes gedaan. Nou, ik doe make-up, alleen de wing bij Queen Tarzi. Queen of Tarzi. Queen of Tarzi. En er stond een heerlijk chocoladekraampje.
heerlijke dagcreme. En dat klikje vonden we heel leuk, die fotootjes. Ja. Er hingen allemaal foto's van Mike en mij. En ook van Rocket en van Bel. Bel. Superleuk, al hadden we het allemaal klaargezet. Dus dat was weer een heel leuk ochtendmiddagje. Maar we kunnen ook veel leuke van die goodies straks allemaal filmen. Dan ja. Weet je ook een beetje. Dan gaan we straks voor jullie goodie uitpakken. Misschien kunnen we die goodie bag wel verloten aan iemand van jullie. Want we hebben nu zoveel goodies. En iemand die het misschien beter kan gebruiken dan ons. En Marie en ik klinken een beetje nasaal. Maar ik heb vorige week een moodboard op mijn hoofd gekregen. Ja, dus heb denk ik een lichte hersenschudding. Ik heb een lichte hersenschudding. En ik heb rustig aangedaan. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch weer dingetjes doen. Dus ik ben nog een beetje duizelig. En ik ben daarbij ook nog verkouden. En ik heb die verkoudheid denk ik weer op jou overgepaast. Nou, net erop een Olympiaatje. En toen kwam van Olympia en denk ik zo naar mij. Ja, ik ben nu al een week verkouden. Maar goed, no covid. We hebben dat getest. Dus in dat opzicht zijn we niet helemaal optimaal. Maar we zijn toch lekker door. En we gaan nu lekker naar huis. Ik ga even omkleden, want ik heb een paillettenbroek aan. Maar dat is eigenlijk meer voor de sier. Dat moet je niet thuis aanhouden, want anders gaan al die kraaltjes eraf. Ja, zonde. Dat is zonde. Shanna had trouwens van ons een hele mooie jurk aan. De Kylie. De Kylie dress. Die komt ook in januari, februari in de winkels. Die stond haar echt op het lijf geschreven met het lijfje van haar. Echt mooie curves. Echt bizar. En die kleur. En we krijgen echt heel veel leuke kleuren. Ook roze, blauw, zwart, die crème. Echt enig. Deze keer blauw. Ja, het was echt heel erg leuk. Om weer heen te gaan. Ik ga nu denk ik net een middagje bij jou voor toeven. Ja, ik heb van die tijdpoppen gehaald. Van Orkijn. De wat? Van die Christmas poppetjes. Zoals Shrek. Zo'n poppetjes. Zo'n koekje. Oh, zo'n koekje Shrek. Ja, ja. En die kan je zelf beschilderen en maken. Oh, wat schattig. Na 2 kilometer rechts rijden. Ja. Wie weet je het wel, hè? Dus dat kunnen we misschien. En misschien komt Laura zo van Marie naar huis. Dat is dan helemaal een beetje een jaartje. Dat zou echt zo zijn. We willen namelijk elkaar heel vaak zien, maar het komt er nooit van. En eigenlijk als je plots iets plant, dan kan je meestal wel eerder. Dan dat je het helemaal gaat plannen. Dus ja, dat was de volgende afrit nemen en de rechterkant op de A250 in Haarlem-Zuid. Dus als het altijd een uitje altijd. Ik ben heel benieuwd naar al die koeien. Ik ook enig. Vorig heb ik echt helemaal alles gebruikt. Ja, ik ook weer. En dan als je het weer vaker gebruikt, kunnen we kijken wat we. Ja, wat we kunnen kopen en wat leuk is. Ook een mama dingetje. Oké, nu gaat de avond wel. En we zijn weer naar het event geweest, Friends of the Brands. De vorige keer hadden we een mom edition, dus het was echt op moeders gericht. En dit was nu een gift suite edition. Van Christmas. Van Christmas, dus toen zijn we weer wel weer heen gegaan met onze vriendinnetje Laura en Shanna. Ja, en het thema was colorful, dus ik draag onze nieuwste jurk van de collectie, de technical dress. Ja. Echt met heel veel mooie kleuren. Dus echt, de jurk zit amazing en het is heerlijk stof. En Shanna had een Kylie dress aan in het oranje. Nou, dat was echt op haar lijf geschreven, hier. Ja, stond echt prachtig. Bizar mooi. Ja. En ik had een top ook aan van Rijns met een Gucci broek. Want er was heel veel vraag of de broek ook van ons was. Maar ja, als wij dit zouden maken, zou die bijna even duur zijn als Gucci. Dus ja, dat is zoveel handwerk en dat, pailletten. Dat doen we maar niet. Maar de top, die komt dus inderdaad ook in de collectie. Ja. Dus het was hartstikke gezellig. Het was een giftie, dus je kon overal langs. Je kon overal kijken met merken, in interactie komen. Ja. Wij vonden Queen of Tars die leuk. We hebben wat kunstwimpeltjes dan. Ja, voor een natuurlijke look. Wij willen natuurlijke soms look. Ja, volgens mij nu ook op. Ik heb het nu opgedaan. De eyeliner is dus dat die plakt al meteen. Dus voor mij echt ideaal. Want ik ben zo'n lui varken die dan het te ingewikkeld vindt. En je kan ze heel vaak hergebruiken. Dus 30 tot 30 keer. Ja, dus je zal ons vaker zien met een wimpertje. Ik had echt net vandaag een dagdoek. Ik denk, gast, we ben niet zo lekker. Dus ja, altijd, ik denk, we gaan een vlog opnemen. Altijd zo'n dagdoek zet ik zie ik er nooit uit. Goed, ja, we gaan een vlog opnemen. Dus ik doe even wat meer mijn best. Ja. Dan normaal. Wat gaan jullie zien in onze volgende week vlog? Nou, ik denk te voorbereiden voor kerst. Ja, we hebben heel veel leuke dingen gekocht. Christmas outfits. Cadeaus. Horloges getrokken, oud en nieuw. Een beetje meer ons dagelijks leven. Want nu was het echt alleen maar verjaardag, simpel en echt wel leuke dingen. En nu is het meer thuis gewoon. Ja, zijn we ook voor weer bezig om alles te filmen. Dus dan nemen we jullie mee. Mike en ik hebben voor het eerst een oud en nieuw feestje bij ons thuis. We zijn helemaal niet van het organiseren. Dus het is echt een wereldwonder dat we een feestje geven in ons huis. Waar alles crème is. Ja, ik vind het echt. Je gaat echt zo huilen. Nee, want iedereen weet hoeveel alles kost. Ze hebben allemaal zelf ook gewoon kostbare dingen thuis. Dus iedereen gaat rustig zijn. Ja, ook met een slokje op, denk je. Ja. Heel veel mensen kunnen dan niet drinken. Nou, best wel veel zwanger. Ik denk dat ik gelijk krijg. Nou, we gaan het zien. Ik hoop het niet. Nee, ik denk het niet. Dus iedereen is gezellig met alleen maar familie. Het wordt niet een party met. Nee, maar alsnog je bank. Alles is crème, hè? Ja. Alles. Ik zei altijd een meisje, mag geen. We hebben ook een beste vriend van mij die gaat koken, maar die mag geen curry gaan koken. Of curry. Of alles wat. Alles wit. Witte rijst. Ja, witte gewoon rijst. Pasta. Ja, dat heb ik echt gezegd. Sushi. Alles wat gewoon niet veel kwaad kan. Oh. Ja, maar het wordt wel heel gezellig. Dus we gaan jullie gewoon meenemen. We posten gewoon elke 2 weken weer onze vlog. Ja. Onze editor die we hebben gaat er namelijk wel mee stoppen.
Ja, die heeft een hele leuke andere uitdaging waardoor het gewoon niet meer te combineren valt. Dus wij zoeken naar een nieuwe editor. Dus ben je dit aan het kijken en denk je, hey, ik vind het leuk, reageer even onze vlog. Dan kunnen wij even onze mail toesturen en de verdere info. Want wij hebben vanaf januari wel een nieuwe editor nodig. En we willen echt blijven vloggen. En we hebben het zelf geëdit, maar het is best heel veel werk. Ja, nou, het is heel veel werk. Het is gewoon een baan erbij. Dus qua editen, please. Hoek us up. Yes. With some good editor. Ik heb trouwens voor de vragen de 20 aan. Is toch geweldig. Dus pak je altijd als een goede basis. Ligt het ook de 20 aan? Ja, sinds dag 1 in de collectie. Nou, I can. En de sales begonnen, jongens. En de sales begonnen zo. Shut up. Want je krijgt leuke Reinerskaarten erbij. Wil je die kaarten vragen? Ja. Leuk. We hebben dus heel leuk bij de sale nu een Reinerskaarten. Voor de leuke kerstavonden thuis. Kijk hoe leuk. Dit krijg je dus gratis bij onze wintercollectie sale. Reinerskaarten. Enig. Is toch enig. Tot de voorraad trek, dus je moet er wel snel bij zijn. Ja. Het is vanaf... niet eindeloos. Nee. Het is bij de wintercollectie op de sale. Zo. Go get it! Go get it! Love Reiners.